Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door IJscafé Danies in Leiderdorp en Tante Suikerspin. R-U-D-O. Rio. Wat voor geluid maakten jullie ook alweer? Nou, hij mag niet in beeld, dus duik jij even achter me. Ik heb een afspraak met Arjan dat we hem niet... Zijn daar beelden van dat de burgemeester heeft staan dansen? Ik hoop het niet. Ja. Jawel? Welkom bij een nieuwe aflevering van Rudo. Ik ben vandaag in Leiden-Dorp bij de uitreiking van de Leiden-Dorpse Ondernemersprijs. Ja, het feestje is inmiddels in volle gang hier achter me. De prijzen zijn uitgereikt en we weten wie de winnaars zijn. De Brandscape Agency is de winnaar van de vakjuryprijs. En CompuCorner is de winnaar van de publieksprijs. En er was ook nog een aanmoedigingsprijs, de loftrompet. Maar dat werd meer een oeuvreprijs voor Juwelier de Jonge. Nou, ik ga je er allemaal in meenemen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Rudo vanaf de Leiden-Dorpse Ondernemersprijs. Rudo! Murat! Hallo. Goedenavond. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Nou, je bent winnaar van de publieksprijs van de Leiden-Dorpse Ondernemersvereniging. Fantastisch. Een ontzettend iets leuks natuurlijk wat je meekrijgt. Nee, je was in 2013 eerder al genomineerd. Nu 10 jaar later hebben we die prijs gewonnen. Je wilde hem ook graag winnen. Ontzettend, want dat bleek ook natuurlijk tijdens de aanloop naar deze avond toe. Hoe graag je dan wilt, want dan ga je door ook natuurlijk. En uiteindelijk toch gewonnen. En niet verwacht. Wel gewild, maar niet verwacht. Je was ook een beetje stil toen je op het podium kwam, hè? Ik was ontzettend stil. Ik verwachtte het natuurlijk niet. En fantastisch. Maar wat betekent die? Ja, ontzettend leuk. Niet alleen voor mij, maar voor de hele familie. Want mijn vrouw doet de boekhouding al 20 jaar lang. En mijn zoon, die nu een aantal jaren ook weer terug is in het bedrijf, die de opvolger ook is over een paar jaartjes. Ja, ook voor hem is het fantastisch. En voor haar is het fantastisch. Ja, geniet ervan. Dankjewel. Fantastisch. Rio! Ja, Frank, nu is mijn beurt. Hey, Alice. Ja, ze zeggen wel eens, hoede is Alice, maar heel Leiden-Dorp weet nu wie Alice is. Ik hoop het, ja, inderdaad. De Brandscape Agency, eigenlijk een nieuwe naam voor een bedrijf wat jullie al heel lang hadden. De Leiden-Dorpse Ondernemersprijs. Ja, wat betekent zo'n prijs voor je? Nou, dat is natuurlijk gewoon te gek om een stuk waardering te krijgen. En eigenlijk ook gewoon hopen we dat we iets zichtbaarder worden hier in de regio. Want... Nou ja, dat vind ik dus ook. Want het is zo zonde. Als ik dan zie, jullie hebben het decor van Marble Mania gemaakt, van SBS6. Jullie doen echt onwijs de grootste dingen. Je zei net op het podium, ja, John de Mol was hier in Leiden-Dorp koffie drinken. Maar heel weinig mensen weten dat maar. Ja, dat klopt. Is dat onbewust? We lopen ook niet zo van de daken te schreeuwen dat we dat allemaal doen. En mensen weten ons te vinden via. We hebben eigenlijk nog nooit reclame gemaakt. Maar wat zou jouw wens zijn? Zou jouw wens zijn om wat in Leiden-Dorp te doen met Leiden-Dorpse bedrijven? En wat zou dat dan kunnen zijn? Nou ja, natuurlijk. Kijk, als hier bedrijven in Leiden-Dorp zijn of mensen die bij een mooi bedrijf werken, die hier wonen, die mogen ons altijd bellen als ze op zoek zijn naar een heel gaaf bedrijfskantine of een stand of een merkactivatie. Hey, en wat ga je nou, hoe gaan jullie dit nou vieren? Want ik zie daar, dit waren de gillende meiden op rij. Wat voor geluid maakten jullie ook alweer? Ja, dit hoorden we een paar keer vanuit de zaal. Ja, klopt. Die werken bij jou? Ja, dat zijn onze zeer fanatieke collega's. Ja, absoluut. Maar gaan jullie dit nog vieren? Nou, ik zei al, dat was een beetje stom net van mij dat ik het team vergat te bedanken. Maar wij zijn echt niet zonder onze achterban. Want kijk, we staan hier nu als 3 ondernemers op het podium. Maar we hebben een vast team van 15 mensen. En met elkaar doen we het. Nou, geniet er nog lekker van na. En ja... Gaan we nou bij jullie borrelen met die LOV binnenkort? Ja, ik denk dat wij wel ruimte hebben voor een leuke borrel. Oké, hartstikke goed. Nou, en geniet ervan vanavond nog. Dankjewel. Rio! Ja, dit is de voorzitter. Dit is de voorzitter van, ja. Van de LOV. Ja, precies. Beetje tevreden? Ik ben heel erg tevreden. Ja, ik vond het echt een hele leuke avond. Ja. Het is de uitreiking van de Leiden-Dorpse Ondernemersprijs. Als ik nou zo hier een beetje om me heen kijk, er zijn best wel veel mensen op afgekomen. Ja, het is echt druk. Drukker dan voorgaande jaren. Dus we zijn echt in de lift. En daar ben ik zo blij mee.
dat iedereen toch komt en denkt, oh, die LOV, misschien is dat toch best een leuke club. Ja, het klinkt zo'n suf ondernemersvereniging. Ja, nou ja, misschien moeten we dat iets upgraden, maar het is wat het is. Het zijn ondernemers bij elkaar. En ondernemers die zich verenigen, ja. Dat is wel, ja, dat is het wel. Dus ja, als we misschien moeten we daar een keer een prijsvraag voor uitreiken over een andere naam. Een nieuwe naam. Ja, wie weet. Hey, ja. En jij staat hier met je bestuursleden. Nou, hij mag niet in beeld. Dus duik jij even achter me. Ik heb een afspraak met Arjan dat we hem niet... Ja, dat heeft ook geen nut om achter me te staan. En dat is Roy. Dat is Roy, vanuit het bestuur. Onze en wat doet hij? Onze penningmeester. Ja, dat is echt onze steun en toeverlaat. Dus, Oké, hartstikke goed. Ja. Hey, en nu zit het officiële gedeelte erop. Je hebt ook geen rol meer. Wat drinkt de voorzitter dan? Nou, eerst water en nu cola. Maar ik ga zo aan de wijn. Rio! Wat wordt hier besproken? Sorry, ik hoor. Wat wordt hier besproken? Hier wordt gesproken... Hij is al weg, hoor. Ja. Over de burgemeester hebben we het. Ja. Oh ja. Over de burgemeester, ja, want de burgemeester gaat weg. De burgemeester gaat weg over een kleine 9 maanden. Ja. Dat is eigenlijk ook wel raar, hè? Dat is heel raar. Ik zal er echt missen. Enorm. Ja. Maar gelukkig is ze er nog. En kunnen we van genieten. Hey, en vanavond is het de Leidendorpse Ondernemersprijs. Ja, jij bent wethouder Economische Zaken. Het is eigenlijk ook wel een beetje jouw feestje, hè? Het is ons feestje. Ons feestje, ja. Ja, ik vond het gewoon echt mooi om alle verhalen te horen. We zijn natuurlijk op bezoek geweest en een inkijkje gekregen bij de verschillende bedrijven. Nou, dat was gewoon genieten. Het is gewoon zo mooi om te zien dat ieder bedrijf uniek is. En ieder ondernemer ook uniek is. En omgaat op zijn manier, op haar manier. Ja, dat is tof om te zien. Hey, dan komt het allemaal bij elkaar vanavond tijdens die ondernemersprijs. Hoe zou je deze avond omschrijven? Oh, ik heb eigenlijk even geen woorden voor. Het is indrukwekkend. Ik wil ook zeggen van hoe het georganiseerd is, de techniek, de opbouw, de zangeres. Ja, genieten. Ja, mocht je hem nou gemist hebben, die uitreiking, je kunt het natuurlijk ook terugkijken bij ons op de website www.unity.nu. Daar staat die hele uitzending. Ga je nagenieten? Ik ga zeker nagenieten en nakijken, ja. Rio! Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik schrik even. Ja, nee, je hoeft niet te schrikken, hoor. Nee. We zijn helemaal confuus. Ja, want wat jullie hebben... Ja, even kijken, want dit is het beeldje. De loftrompet staat er ook op, hè. Winnaar. Leidendorpse Ondernemersprijs. Wat betekent het nou nog om eigenlijk... Want even kort uitleggen, juwelier de Jonge. Meneer, mevrouw. En jullie zijn met pensioen. De winkel is dicht. Dan verwacht je het denk ik niet meer. Ik versta je niet, sorry. Oh, dan verwacht je zo'n prijs toch eigenlijk niet meer? Nee, natuurlijk verwacht ik het niet. Alleen, we werden ongeveer gedwongen om toch te komen. Ja, dat was mijn taak. Ja. En ik belde Irene van, kom je nog naar de LOV? Ja, ik ga kijken. Nou, toen toch weer niet. En op een gegeven moment dacht ik, ik moet je wel met de smoes Irene lokken. Ja, weet je, morgen om 6:30 mag ik me melden in het ziekenhuis morgenochtend. Oh, echt? Ja, echt. Maar ik ben toch blij dat je gekomen bent. Ben je zelf ook blij dat je gekomen bent? Ja, ik vind het heel, heel bijzonder. Dit had ik niet kunnen denken. Ik ben echt oprecht ontroerd. Ja, maar ja, het is... Waar ga je hem zetten? Ja, ergens in de kamer, denk ik. Ja. Ik heb nog niet echt een plekje bedacht, maar okay. Komt wel goed. Nou, geniet ervan en geniet van jullie pensioen. Gaan jullie bijna op reis ook? Ja, we gaan ook op reis. Van alles. Je hebt het druk op de... Wat ben je allemaal aan het doen? Ja, joh, dus heel mijn familie die is ontploft. Hebben ze op televisie zitten kijken? Of nee, Kim heeft van alles doorgestuurd. Dat is mijn dochter. Ga even naar... Wat heb je allemaal gedaan? Ik heb alle foto's, filmpjes in de familie-app gezet. Oké, dus die ontploft nu? Die ontploft, ja, dat ziet ze nu. Hoe trots ben je op je ouders? Een beetje open deur vraag natuurlijk. Maar... Heel trots. En ik vind het heel leuk dat ze zo verrast waren. Ja. En ze kwamen een beetje onder dwang hierheen. Ja. Met wat voor gevoel gingen ze hierheen? Wat hadden ze gezegd? Ja, Kim, je moet wel komen, want er gaat iets gebeuren. Het heeft met de winkel te maken. Dus ze wisten natuurlijk wel dat er iets zou gebeuren. Maar dat het zeg maar dit zou zijn, dat kwam voor ze uit het niets. Dus, hey, en nu zijn ze vrij, hebben ze meer vrije tijd. Ga je ze nu ook meer zien? Dat hoop ik wel. Ja, dat hoop ik wel, ja. Ja, want ze waren natuurlijk ook al die zaterdagen waren ze altijd druk bezet. Dus ik vind het wel heel leuk dat ze ook een beetje met de kleinkinderen wat dingen kunnen gaan doen. Ja. Nou, leuk. Nou, geniet er met z'n allen van en fijne avond nog. Ja, jij ook. Dank je. Rio! Zo, wat heb je nog zoveel... Wat heb je gedaan? Ik heb gepadeld. Ja, oh ja. Bij
Dus ik dacht, hè, lekker sporten. De man van Sport 2000. Dus ik heb Achilles gescheurd. Zo, maar hoeveel pijn deed dat? Ja, dat is wel pijnlijk. Dat is wel pijnlijk. Ja, het is domme pech. Het is, ja, het kan zomaar gebeuren. Dat is echt waar, ja. Maar je was gewoon bezig en je scheurt hem. Ja. Wist je gelijk dat het fout was? Nou, eigenlijk niet. Ik dacht eigenlijk van, nou, wat is er gebeurd? Ik ben eraf gestrompeld en ik dacht, ik ga volgende dag naar Maarten intapen en dan kan ik misschien wel weer. Maar ik ben wel naar Maarten gegaan, maar die heeft een echo gemaakt. En die zegt, nee, dat is niet goed. En dan nu? Want, wat mag je wel en niet? Ja, ik mag het niet te veel belasten, want dan wordt je been dik, dan gaat het knellen in je gips. En, dus ja, het advies is rust. Maar je weet, rust is heel, heel lastig. Ja, zeker als ondernemer. Heel lastig. Dus, maar goed, dat zal wel moeten. En het herstel daarna, het is een vervelende blessure. Het duurt lang, ja. Nou, beterschap. Dankjewel, dankjewel. En ik wil wel een keer met je padellen. Ja, het is echt een leuke sport. Gaan we een keer doen, ja? Ja. Als ja. Het weer, maar nu kan ik van je winnen. Rio! Valt die meneer je lastig? Ja, over bodytech. Oh ja, maar dat is wel heel leuk. Ja, ik ken het niet, maar ik wil het dan nu echt wel gaan proberen. Gaan we een keer mee op woensdag? Ja, ja dat kan. Tijdens jullie uurtje. Ja, woensdagmiddag 4 uur ga ik altijd. Oké, okay, nou, leuk. Doen. Ja. Ja, inderdaad, Rudo. Heel actief. Vind je me niet gespierd, Nathalie? Ja, ontzettend. Je bent helemaal in shape. Je bent in shape, ik zie het. Ja, precies. Ja. Dus dat dan laat ik jullie even ook. Met rust. Ja, dat wil ik ook. Dus Marcel, ja. Ja, ondernemersprijs. 2 jaar, 3 jaar geleden was jij genomineerd. Waren wij genomineerd, ja. Maar hoe stond je nu in de zaal? Nou, ik had op Murat gestemd voor de publieksprijs. Dus ik vind het geweldig dat hij het ook heeft gewonnen. Ik gun het hem van harte. En ja, de winnaars, ja, fantastisch. En ja, tuurlijk, je bent jaloers. Ik weet wat het is om te verliezen. Maar aan de andere kant zijn er geen verliezers vanavond. Nee. Weet je, iedereen, alle Leiderdorpse ondernemers, kijk eens hoe druk het is. En we hebben allemaal een gunfactor. En ja, weet je, dat is het leuke van in een dorp wonen. Je kent iedereen. Ja. Je ziet het, hè? Ik moet drankjes halen. Ja, ben jij de Bob? Ik ben de Bob. Goed zo. Ja, ja, ja. Zo gaat dat. Over Bob gesproken, ik ga even naar Richard. Ja, nou, is goed. Jij bent de Bob zeker weer niet. Hij kan geen kant op, jongens, nu. Lukt gewoon niet. Dus zo, waar gaan we het over hebben? Over de klassieker? Nee, dat doen we niet. Oh. Waar gaan we het over hebben? Oh, over de gezellige avond die we hier hebben. Ik vind het wel, ik moet even ergens anders gaan staan. Oh. Ja, je bent accountant, dan gaan we een interview doen voor je concurrent. Ja, ja. Maar wat je gunt iedereen wat, hè? Oh ja, dan blijven we gewoon staan. Hoe is het dan, Ries? Ja, alles is goed. Ja, ja, ik hoor dat jij flink aan het sporten bent met een van onze gezamenlijke vrienden. Leg maar aan. Kijk jij wel eens naar dit programma van Rudo? Nee. Ja, sorry. Wat komt er altijd tussen de fragmenten in? Dan hoor je heel hard, Rudo! Dat wordt gemaakt door Erik van Oosten. Oh, Erik. Ja, zeker. Ja, ja. Hij moest echt sorry. Van ver komen. Sorry, sorry. Ja, nee, we spinnen op zaterdag. Ja, elke zaterdag, hè? Elke zaterdag. Ja. Dus erg leuk. Ja, zeker de derde helft, hè? Die hebben we dan. Ja. En die duurt langer dan het spinnen zelf. Eigenlijk wel, ja. Hey, vanavond was je bij de ondernemersprijs. Ben je een beetje, snap je de winnaars? Ja, zeker. Kijk, de publieksprijs, ja, een bekende ondernemer. Dus ik denk ook een gezicht die bekend is in Leiden-Dorp. Ja, uiteindelijk de jurywinnaar, die had ik niet verwacht. Maar dat is dan wel weer mooi. Ik denk dat het wel voor hun bekendheid in Leiden-Dorp wel kan meewerken. Ja, want als je het ziet, het Brand Safe Agency, hadden ze net ook in de uitzending hier. Ja, als je dan... Ik kende ze ook niet zo goed, maar als je dan hoort wat ze doet, dan denk ik, ja, wel logisch. Absoluut, en ja, dat is alleen maar mooi. En dat, ja, wat je eigenlijk ook werd gezegd, als ze dat kunnen vertalen richting Leiden-Dorp, ja, hoe mooi zou het zijn, zo'n mooi bedrijf. En dan kan het alleen maar meer boost geven aan het hele dorp. Wie zou hem nou volgens jou volgende keer wel eens moeten kunnen winnen dan? Nou, is er een bedrijf waarvan je zegt, die doet het echt goed? Nou, er zijn dus denk ik heel veel bedrijven die er voor in aanmerking kunnen komen. Leiden-Dorp heeft goede bedrijven? Absoluut, dat denk ik wel. Kan altijd nog beter. Nou, bedankt. Het is voor het eerst van ons leven dat wij een serieus gesprek gehad hebben, denk ik. Nou, blij dat je dat de laatste keer ervaren hebt gehad. Top. Ik spreek je snel. Is goed. Rio! Als je een leuk jurk bent.
Hier kan je niet wegrennen, hè? Waarom loopt die vrouw altijd voor mij weg? Dat kan ik wel een klein beetje begrijpen. Waarom? Jij blijft ook staan. Nee, ze vindt je aardig en ze is bang voor de man dat ze denkt. Hij vindt me aardig. Dus en daarom loopt ze even weg achter mij. En ze... Ik vind het een hele duidelijke uitleg, dankjewel. Maar het was een man die achter me stond. Heb je het een leuke avond gehad, Bert? Nee, het was heel gezellig. Goed zo. Heel professioneel, ik ben jaren niet geweest. Maar dit was weer een mooie Leidendorps uitreiking. Ik was het in 2012-13. Met Vis van het Hof, het Spakenburgse visspecialist. Dat klopt, maar het mooie ervan was dat CompuCorner toen verloren heeft en wij waren toen nummer 1. En nu stond hij er. En nu stond hij er. En ik heb hem net even gefeliciteerd, want het is zo'n prachtige belevenis als je dat mag worden. En ik gun het iedereen van harte en ik raad iedereen aan binnen de Leidendorps ondernemers. Doe mee. Want er zijn heel veel dingen die, hoe moet ik dat uitleggen? Het brengt je heel veel. Het brengt je heel veel. Hij krijgt heel veel PR. Ik heb net je concurrent geïnterviewd voor jouw bord. Ja, dat is mooi. Ja toch? Nee, ik zeg het je even. Beeld blijft beter hangen dan woorden. Bij Richard zeker. Ja. Rio! Zo, hè. Ja, wat een groot feest in het gemeentehuis. Wat een leuke versie was het deze keer weer. Ook na al dat coronagedoe. Nee, ik heb genoten. Ja, en ik begreep dat de burgemeester van Leidendorp fan is van Sherman Rouse. Jazeker, al heel lang. Die soul en dat vind ik heel erg leuk. Ja, u kent haar natuurlijk van televisie. Had u er al een keer in het echt gezien? Nooit, nee. Maar u zat nu op rij 1. U kon er bijna aanraken, denk ik. Ik heb ook mee staan swingen. Oh, echt? Zijn daar beelden van dat de burgemeester heeft staan dansen? Ik hoop het niet. Ja. Wel? Oh, er zijn wel beelden van. Oké. Okay, ja. Daar gaan we nu naar kijken. Nou, dat waren ze. Ja, dat zag er goed uit, toch? Dan moet je wel het leukste swingen. Ja, we hebben het leukste gedaan. En we laten ook nog even de foto zien met Sherma op televisie. Oh, wauw. Nee, ik vond het echt leuk. Want ze is een enorme vakvrouw. Prachtige zangeres. En enorm veel soul. En dat is gewoon heel erg lekker mooi. Ja. Ja. Dus, maar Rudo, complimenten. Het was een hele mooie versie. Nou, dank u wel. Ja, wij mogen het organiseren altijd voor de gemeente en over LOV. Zeker. En ik was trots op jullie. En ik vond de genomineerden. Ieder verhaal was bijzonder. Ieder verhaal was totaal anders. Was natuurlijk helemaal niet te vergelijken. En ik was echt... dat we dit allemaal in Leidendorp binnen onze grenzen hebben. Heel mooi. Super fijn. En nou, we zijn ook aan het einde gekomen van de uitzending van deze aflevering van Rudo. Volgende week dan zijn we er weer. Wij gaan nog even aan de sparoot en aan de appelsap. Jazeker. In een glas op een voetje. In een glas op een voetje. Tot de volgende keer. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door IJscafé Danice in Leiderdorp en Tante Suikerspin.